Bij Flair weten we natuurlijk als geen ander hoe je de perfecte advertentie maakt. En onze experten vertellen jullie hoe het moet. Naast mij zit de chef eindredactie van Flair, Lien Hendricks. En zij weet hoe je de perfecte tekst moet schrijven voor een advertentie. Ja, ik begin meestal met aan de klant, de kandidaat, een aantal keywords van zijn of haar merk te vragen. En dan brainstormen daar rond. En dan is het eigenlijk belangrijk om een leuke baseline te vinden. Daar begint, daar staat of valt alles mee eigenlijk. Een lezer die is ook meteen terug weg. Dus die moet zich meteen aangesproken voelen, die moet zich meteen geserviced voelen. En het moet ook meteen duidelijk zijn. Duidelijk en zo kort mogelijk. Alles staat of valt met de titel. Fotograaf Thomas weet natuurlijk als geen ander hoe je de perfecte advertentiefoto maakt. Thomas, hoe doe je dat? Wel, je moet erop letten dat het product natuurlijk echt heel duidelijk in beeld is. Dat het goed belicht is. Dat het heel leuke, mooie, warme kleuren in beeld zitten. Dat de mensen die naar de beelden kijken blijven hangen. Of toch even naar alle details in het beeld willen kijken. Je kan erop letten bijvoorbeeld om geen te donkere muren te gebruiken. Dus liever een witte muur of een gekleurde muur in plaats van een bruine bakstenen muur te gebruiken. Filip, vertel eens, hoe kan jij er met jouw layout voor zorgen dat een advertentie echt meteen in het oog springt? Om te beginnen, zoals ik al zei, als er goede foto's zijn, dat je op zijn minst al de foto's goed groot zet. Dan bijvoorbeeld zou je kunnen een wervende titel of een wervende quote of in een kaderstuk kan je bijvoorbeeld dingen benadrukken door die vetter te zetten. Of een bepaalde boodschap dat die echt in een hevigere kleur wordt gezet. Of dat je iets in het negatief zet, dat die dan groter wordt gezet enzovoort. En dan komt die er ook direct op. Bijvoorbeeld een actie, zoveel procent korting, bam, bol erop. Dat valt dan meteen in het oog. En dan kan de lezer nog zelf beslissen dat hij de rest wel verder leest. Ja, dan nee natuurlijk. Ja, maar dat zijn wel zaken die echt wel belangrijk zijn. Wil je nog meer tips voor je eigen start-up? Check flair.be en ons YouTube-kanaal.